De NS heeft natuurlijk een behoorlijk slechte reputatie. Vertragingen, blaadjes op de rails, stroomstoringen, botsingen. En er hoeft maar één sneeuwvlokje te vallen en de hele dienstregeling ligt eruit. Wij geven natuurlijk de schuld aan ProRail en die geeft de schuld weer aan ons. En toen kwam de NS op het lumineuze idee om hun commercials op te leuken met een bekend duo. Hallo, wij zijn Nick en Simon. En Simon. En wij zijn hier van de tv af te branden. Soms samen in één stoel als jurylid bij The Voice op RTL 4. Of op Nederland 1, 2 of 3 bij de Tros in De Zomer Voorbij of Nick tegen Simon. Of eigenlijk alle andere Tros-programma's. En toen dachten wij bij onszelf, het is eigenlijk best zielig voor onze fans dat ze ons tussen die programma's moeten missen. En toen kwam de NS bij ons voor een commercial. Ook omdat onze namen beginnen met een N en een S. Nee. Nee, ik ben Nick en jij bent Simon. Toch? Dat weet toch niemand? Ook omdat onze namen beginnen met een N en een S. Maar bij ons loopt alles op rolletjes. Al hebben wij ook wel eens last van de blaadjes, zou ik maar zeggen. Dus een echte link met de NS, daar gaat natuurlijk helemaal nergens over. Nee, ook omdat wij het hele land afreizen voor onze snabbels in een grote, dikke, vette Mercedes. En echt niet met de trein. Volgens mij is er in Volendam niet eens een station. En dus is ook deze commercial weer typisch NS. Het slaat als kut op direct, kost klauwen met geld. En het hangt van de miscommunicatie en slechte timing aan elkaar. Heren, de plaatsbewijzen alstublieft. Ja, die hebben we dus niet. Wij zijn namelijk ingehuurd voor deze commercial. Ja, dat kan iedereen wel zeggen. Nou, dan komt daar dus een vette boete bij. Moeten we anders een liedje voor u zingen? Pak maar mijn hand. Of jouw lippen op de mijne. Pak maar mijn hand, laat mij de weg wijzen. Er is geen probleem. Als je keer op keer jezelf wilt bewijzen. Assistentiecollega, spoed! Maar je kunt het niet alleen.